Voor ouderen die alleen zijn of een zorgvraag hebben, is het niet vanzelfsprekend om op vakantie te gaan. Alle Goed Vakanties, een non-profit organisatie, wil deze mensen toch een fijne vakantie bezorgen. Ik ben bij ons nooit te oud om op vakantie te gaan. Wij proberen juist vakanties mogelijk te maken voor mensen die zelf denken dat ze niet meer op vakantie kunnen. En we proberen vakanties zodanig te organiseren dat we de juiste mate van zorg en begeleiding kunnen bieden. Het meeste wat mij opviel, de kleinschaligheid, de hartelijkheid, de warmte waarmee je ontvangen wordt. Aandacht, denk ik. Vooral aandacht. En eens een keer een klopje op de schouder en eens een keer een verwenderijtje zonder te betuttelen. De mate van zorg en de begeleiding die we bieden is natuurlijk sterk persoonsafhankelijk. We hebben verschillende soorten arrangementen. A-gasten, dat zijn mensen die zich in de thuissituatie nog prima kunnen redden, maar waarvoor het zelf organiseren van een vakantie net even een brug te ver is. Dankzij onze vrijwilligers wordt het juist wel mogelijk voor mensen om ook in een vreemde situatie, vreemde omgeving, vakantie te kunnen vieren. Het is gewoon belangrijk dat mensen een keer uit de sleur gehaald worden waarin ze zitten. En vaak is het zo dat ze hier dan komen en dan zijn ze een beetje stil en je ziet ze met de dag, zie je ze vrolijker en ontspannender worden. En dat, ja, daar genieten wij ook van. Punniken, dat is mijn hobby, dat kan ik als het ware de hele dag doen. En als ik zit te punniken, dan spreek ik ook de mensen. Dus, en dat vind ik dus, dat is voor mij vakantie vieren. Alle Goedsvakanties werkt vanuit een ideële doelstelling. Daarnaast hebben we vakanties voor mensen die een lichte zorgvraag nodig hebben. En we hebben specifieke vakantiearrangementen voor mantelzorgers die dan samen met degene die zij voor zorgen op vakantie kunnen. Kun je als mantelzorger even je eigen accu weer opladen, omdat je natuurlijk toch gebonden bent. En kan ook de mantelzorger juist even aan zichzelf toekomen, wat hij in een thuissituatie vaak veel moeilijker kan. Nou, ik hoef niet te koken, niet boodschappen te doen, niet te organiseren. Je laat je heerlijk aanleunen. Je bent dan ook vrij om te doen wat je wil als je als mantelzorger meegaat. Ik kom er gewoon maar een beetje buurt, een beetje een praatje maken, even niks. De bedoeling van de mantelzorgweken is dat juist de mantelzorgers een programma krijgen en dat wij dan ook voor de gehandicapte partner zorgen. Het belangrijkste is misschien nog wel de persoonlijke begeleiding die we met onze vrijwilligers bieden. Ik vind de programma's leuk en het hele gezelschap wat er altijd is. En het leuke is dat we elkaar bij de vorige keer ook toevallig hier hebben getroffen. Ja, dat is leuk. Ja. En de familie Blomp komen we ook al jaren tegen, dus het is leuk als je hier diverse keren komt. Juist door het plezier in onze vakantie ontdekken ze ook zeg maar weer de meerwaarde van menselijk contact. En daar genieten ze volop van. Veel commerciële partijen zien af van vakanties voor ouderen met een zorgvraag. Wilt u meer informatie over deze non-profit organisatie? Kijk dan op onze website medicaltravel.nu.